Er komen in het weekend van Koningsdag 3 evenementen op Vuurland. Het stadeiland is dan het decor van verschillende dancefestivals. De feesten worden georganiseerd onder de naam Stadeiland Stek, dat sinds kort ook de invulling geeft aan het eiland tijdens de Vierdaagse feesten. Ja, we doen 3 aantal feesten, dus Koningsnacht of avond kunnen we beter zeggen uit je stekker. Dus dan gaan we 90s muziek, Eurodance, trance, wat house muziek en hitjes. Op Koningsdag hebben we de hele dag een festival. Daar gaan we aan piano, afro-muziek, maar ook hitjes weer en wat urban muziek en wat elektronische house platen worden er gedraaid. En dat is samen met de partij Frode, die doet het grote podium. En dan hebben we nog Huisvissa en Diaspora. En dan hebben we de zondag, wordt ingevuld door Playa Waalzicht. Uiteraard, Playa Waalzicht. Wat wij gaan doen is Caribische ritmes. De hele zondag staat dan in het teken van Latin, Caribische vibes, verschillende workshops, verschillende feesten, verschillende DJ's. En ook voor kids and family, weet je wel, dat dus wel kleine workshops, Zumba, noem het allemaal maar op. Maar het wordt met streetfood. Super tropisch. Dus het hele eiland, het hele sfeer verandert dan op een zondag na de Koningsdag. Koningsdag in Nijmegen speelt zich vooral in de binnenstad af. En normaal gesproken zijn er geen muziekevenementen op dit stadseiland. De organisatoren kiezen dus bewust voor deze locatie. Nou ja, we willen graag iets toevoegen aan Nijmegen. Ik denk dat er jarenlang veel mensen naar Arnhem en naar Amsterdam gaan met Koningsdag. En het is traditioneel natuurlijk een dag waar veel mensen erop uit willen gaan, een festival willen bezoeken. En wij willen eigenlijk middels deze 3 evenementen wat nieuwe muziekgenres toevoegen aan wat Nijmegen te bieden heeft. Het eiland is relatief jong als je kijkt naar het ontstaan. Het is net, de spiegelwal is net uitgegraven. Het is lekker centraal. En je ziet dat er ook een heel nieuw stuk Nijmegen erbij komt. Om aan te vullen op wat Paul zei. Het is ook Nijmegen is heel jong en bruisend. Dus er is ruimte voor meerdere evenementen, verschillende genres. En het eiland staat wat dat betreft nu precies centraal. Het is het nieuwe centrum, zeg maar. Het nieuwe middelpunt van het nieuwe Nijmegen.